Ik ga direct onderweg een paar dingen vertellen, want het kan veel fout lopen voor vandaag. Recording. Oké, vandaag ga ik met Zero mijn lader gaan testen. Ik ga mijn eigen laadkabel gebruiken. En min 2 graden, dat heb ik daar juist gecheckt. Hier, ik ga ook deze laadkabel meenemen. Dit is een gekochte laadkabel, 4 meter, driefasig. Serieuze kabel, dat. Je ziet wel waarom dat ik een eigen kabel gemaakt heb. Hè. Ik ga direct onderweg een paar dingen vertellen, want het kan veel fout lopen voor vandaag. Het is niet alleen min 2, het is ook super mistig. Dus het is allemaal aangevroren. Ja, ik ben al bij de laadpaal in kwestie. De riem is ook nog altijd perfect uitgelijnd. Deze rit is al voor niks, want kijk, hier zitten zo, daar gaan zo'n pinnen in om die kabel vast te houden. En ik zie dat daar die pin al uitsteekt. Dus ik krijg mijn kabel er niet eens helemaal in. Min 0 zegt hij op dit moment. Ja, ik heb mijn gereedschap niet mee ook om te zien waarom dat die pin daar zo steekt. Hè. Nee, naar huis. Ziet, nu blijft het branden. Ik val vol battery heating op, dus hij is aan het opwarmen. Oké, dan moet ik even wachten, veronderstel ik. Het is toch 7 kilometer naar hier. Ja, nu is het uitgegaan. Ja, en nu kan ik wel rijden. Oké, ondertussen zou die wel terug op temperatuur moeten zijn. Staat die ondertussen een uur of zo alweer binnen. Even wachten tot dat hem opgestart is. 6 graden geeft hem nu aan. Het is in elk geval positief. Hè. Ik ga zien of dat... Allee, positieve temperatuur. Hè. Ik ga zien of dat mijn lader ook vrij gaat. Nee. Ik heb even hier met mijn boormachine een klein beetje licht. Zie je daar dat pinnetje zitten, tussen die twee kleine gaten. De lichtjes net branden. Ik denk dat met config kan ik zien wat dat... Ah nee, echt. Waarom ben ik eigenlijk langs een dealer gegaan? Want ik weet niet of dat hier goed leesbaar is, sowieso, maar er staat dus die eerste drie lijntjes onder die configuration titel. Dat is de OEM 3 kW charger, dat is installed. Dan de accessory 3 kW charger, de tweede lader installed. Dat is eigenlijk de lader van de premium versie van de motorfiets. En dan accessory 6 kW charger, dat is een ding dat ze nu geïnstalleerd hebben in de laadtank eigenlijk. Staan altijd op not installed. Het goede nieuws is dat er blijkbaar wel geen fouten staan op dit moment. Ik ga denk ik in mijn repair kitje dat ik onderweg meeneem, ga ik denk ik ook gewoon alle tools steken vanaf nu om die tank eraf te halen. Want als je die tank eraf haalt, dan zie je, ja, dus een ding zit hier, hè, om in die tank te passen, bij mij dan. In theorie zou die meer hier moeten kunnen zitten als ik het goed gezien heb in de eigen handleidingen. Hier zie je dat rood hendeltje. Hij stond zo. En als hem zo staat, is hem dus op slot. En als je hem zo zet, gaat hem open. Kijk, je ziet dat die onderste kabel, en dat is eigenlijk de kabel van de laadtank toevallig net, dat die eigenlijk op dat rode pinnetje ook zit te duwen.
Dus ik zal nu een keer proberen in die situatie om hem op te laden. Te zien of dat hem op slot gaat en zo. En of dat niet in de weg zit. Oké, op dit moment is hem aan het laden. De stekker zit wel vast op dit moment. Ik heb, zoals je ziet, een klein beetje ruimte gemaakt daar. Daaronder, hier, zit dat rood pinneken. Hè. Nu heeft dat net genoeg plaats, denk ik. En nu is de vraag natuurlijk of dat hem zelf ook mechanisch beweegt. Ja, dus. Ja, en is los. Ik zal die kabels meer uit de weg moeten hangen ook. Oké, snel een test nog. Misschien dat ik ze biedt toch nog gaan proberen. Dus ik krijg mijn pistool er correct in nu. Ja, ik hoor hem ook op slot gaan al. Ja, het hem nu al. Ja, nu is hem op slot. En als ik hem nu uitzet, is hem aan het opladen. Hij blijft op slot. Ja, dat is goed. En als ik hem nu het contact opzet, moet hij dat hier ook lossen. Ik heb niks gehoord. Ah, nee.